is nogmaals een schandalige rol, zelfs in het verband van de NAVO, die als geheel een schandalige rol speelt, door dit conflict te hebben geprovoceerd. Wat is voor plaats te nemen? Dat is wat er moet gebeuren. De werkelijkheid, van het front, maar ook de werkelijkheid van de... Een groot deel van de mensen voelt zich bedrogen omdat ze ooit op meneer Zelensky heeft gestemd. Waarom hebben ze op meneer Zelensky gestemd? Nou, heel simpel, omdat meneer Zelensky, die een Russische taal spreekt, vrede belooft. Vrede belooft in Donetsk en Luhansk. En hij heeft het tegenovergestelde bereikt. Waarom heeft hij het tegenovergestelde bereikt? Omdat hij het Minsk-vredesakkoord weigerde uit te voeren. En dat is de reden waarom op 24 februari 2020 de Russen zijn binnengevallen. Ja? En er is maar één uitweg uit dit conflict. En dat kan kort duren en het kan lang duren. Een opdeling van Oekraïne. Het huwelijk tussen Russisch Oekraïners en Europees Oekraïners is mislukt. Je twijfelt aan de lezing, je hoort er niet meer bij. Je wil erover praten, je hoort er niet meer bij. Je spreekt over de oorzaak, je hoort er niet meer bij. Je mening heeft geen waarde, je hoort er niet meer bij. Je kan ze horen smiezen, je hoort er niet meer bij. Je vrienden zijn de vijand, je hoort er niet meer bij. Je waarheid, dat zijn leugens, je hoort er niet meer bij. Jouw wereld, niet de hunne, je hoort er niet meer bij. Dank u. Thank you.